Goedendag en welkom op ReVibes. Mijn naam is Angelique. Zometeen een nieuwe liefdesreading voor het teken van Steenbok. Lieve Steenbok, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan, ascendant en je Venus teken, mocht je dit weten. Laat los als het niet past. Iedereen loopt niet op hetzelfde liefdespad. Kijk eventueel mijn andere readings die ik heb gemaakt in de afgelopen periode. Ik heb mapjes gemaakt, die vind je onder het kopje playlist. En daarin vind je eigenlijk alle readings die ik heb gemaakt. Ook wil ik natuurlijk iedereen bedanken die zich in de afgelopen tijd heeft geabonneerd. Ja, de lieve berichtjes, de likes die ik krijg en super dankbaar. En de aanvragen natuurlijk. Wil je een persoonlijke reading aanvragen? Dat kan. Ga dan naar www.revibestroost, dat onder in de beschrijving. En we gaan eens kijken wat ik mag ontvangen als uitdaging voor de Steenbok. Mocht je je willen abonneren, wat ik al zei, het is kosteloos. Daarmee maak je af en toe kans op een persoonlijke reading. En daarmee help je me natuurlijk groeien. En zo groeien we met elkaar. Uitdaging is communicatie. Alles in één lijn krijgen. Waarin kan jij beter communiceren? Zijn er communicatieproblemen? Of we gaan eens kijken. Verleden, heden, toekomst en een advies. Let wel, verleden kan heden zijn, toekomst, alles kan vice versa door elkaar. En als ik voor iemand anders kijk, kunnen de rollen ook vice versa zijn. Steenbok, voor de steenbok, wat mag ik ontvangen? De vijf van pentakels. Het kan zijn dat je je in de kou hebt gevoeld. Dat je bang was voor verlies. Je moest groeien van een situatie. En de koningin van bekers. De koningin van bekers is een liefdevolle vrouw. Het kan een waterenergie zijn. Het kan dus kreeft, vissen of schorpioen zijn. Dit is een vrouw die kan liefhebben zonder iets ervan terug te verwachten. Is spiritueel. Liefdevol, met heel haar hart. Ik ga zo meteen even verder vragen, want ik wil alweer van alles zeggen, maar ik wacht even de kaarten af. Wat mag ik nog meer ontvangen? Ja, een completion, de wereld. Ik heb veel completions in mijn readings de laatste tijd. De drie van bekers en de koning van pentakels. De drie van bekers kan zijn een samenkomen. Vijf van angsten zijn over een situatie. De zes van cups en de king of cups. Oké. Oké. Ik heb hier een koppel. Een transformatie. Een dood, een eind. Met de Page of Cups en de ster, een wish fulfillment. Je bent de ster in je eigen leven. Wat ik hier dus bij voel, is dat je ergens misschien liefde aan jezelf mocht geven in een situatie wat eigenlijk niet meer diende. Een completion met de drie van cups en de wereldkaart. De wereldkaart staat voor communiceren, voor een eind, voor een cycle, voor een nieuw pad eigenlijk weer. En ik zie hier de drie van bekers. En de drie van bekers kan zijn iets vieren. Maar het kan ook betekenen dat je vrij van angsten mag zijn over hoe een bepaalde situatie is. Of je mag vrienden gaan opzoeken of er komt iets aan waarbij je het leven mag gaan vieren. Ik heb hier ook nog een koning van pentakels, de zes van cups en de koning van bekers. Dus ik zie hier meerdere personen liggen. Het kan zijn dat jij die energie met je draagt of er spelen meerdere personen. Ik zie dat je gedachten hebt uit het verleden. Nostalgie. In ieder geval kan het zijn dat iemand weer terugkomt uit het verleden of je bent aan het fantaseren over iemand. Dit kunnen twee personen zijn in jouw energie. De King of Cups is iemand ook waterenergie. Wat ik al aangaf, dat is vissen, schorpioen of kreeft. En dan heb ik nog stier, steenbok, maagd. Ik zie iemand hier fantaseren. Kan zijn dat beide personen weer terugkomen, is wat ik voel. Maar ik ga eens verder vragen. Wat mag ik weten over die communicatie, wat een blokkade is?
De peets van zwaarden. De peets van zwaarden staat eigenlijk voor, ja, een onrustige energie. Het is wel communicatie, maar vaak wel met een randje. Dus kan zijn dat er iets is met communiceren waarbij iemand naar beneden wil halen. Of jij dit nu bent of een persoon. En ook zo dat iemand in de gaten houdt. Maar ik zie een soort van bericht. Dus het kan zijn dat je een bericht krijgt of dat je aan het teksten bent geweest. SMS, e-mail, noem het maar. Social media. Ik zie hier ook de kaart van social media, de wereld. Wat mag ik nog weer meer weten over die 8 van staven en de, ja, ergens emotioneel vandaan gaan. En ik heb hier de 4 van staven. Het kan zijn dat iemand nog in een connectie zit of zat. Of er is iemand die iemand in de gaten houdt. Of er is iemand die vooruitgang wil en dat wil gaan communiceren. Maar ik zie hier nog iemand die in een soort van weggaand iets. Dus iemand wil ergens vandaan gaan op rustig vaarwater naar eigenlijk een periode van vast te hebben gezeten in iets. Wat mag ik weten over die 5 van pentakels? Want iemand kijkt daarnaar. Iemand ziet dat iemand teleurgesteld is. Ja, de toren. Iemand is niet meer gelukkig of was niet meer gelukkig in een situatie. Iets is afgebroken. Iemand voelde zich niet geliefd. Iemand, ja, Spirit heeft eigenlijk gezorgd dat dit moest afbreken. En ik zie hier die vrouw kijken naar die emoties met de doodkaart en de 4 van pentakels. Wat ik hierbij voel is dat iemand zich vast heeft gehouden aan emoties. En dat moest toch gaan transformeren. Iemand kijkt omhoog en die kijkt eigenlijk naar zijn gevoel, naar eigenlijk die vrouw van, of die Queen of Cups. Dus het kan zijn dat iemand dit niet heeft gecommuniceerd. Het kan ook zijn dat jij dit bent geweest. Wat mag ik weten over die Koning van Cups die eigenlijk naar deze situatie kijkt, is wat ik voel. Dus het kan zijn dat je al een gevoel hebt gehad over een situatie. Het kan jouw situatie zijn of van een ander. Maar ga eens kijken wat deze mevrouw hier staat te gluren. Zo voelt het voor mij. Ze kijkt echt over haar cup heen. En zit hier met haar cup en denkt, ja, de Koning van Cups en de Chariot. Wauw. Ja, en de 10 van Cups. Wat ik hierbij voel, is dat iemand al voelde dat iets niet goed ging. En het kan zijn dat jij dit al aan hebt gevoeld. Jij wil de victory met een persoon of jij zoekt victory met een persoon. Het kan zijn dat je water in je energie hebt of je draagt deze energie met je mee. In ieder geval zie ik een soort van movement naar stilstand. Dus iemand heeft gekozen nadat er iets is afgesloten wat niet meer dient om voor movement te gaan. Iemand die zich eigenlijk heeft vastgehouden aan een situatie wat niet meer diende. Wat jij eigenlijk waarschijnlijk al voelde, is wat ik zie. Kiest voor vooruitgang. En ik heb hier een koppel, een spiritueel koppel. Wat mag ik weten over die wereld, die complice? Het kan zijn dat er meerdere personen in betrokken zijn. Want de 3 van cups kan ook betekenen dat er een third party heerst. En een third party is meerdere personen in een connectie of connecties. Wat mag ik weten over de wereld? Die completion, communicatie, de 10 van zwaarden. 10 van zwaarden staat eigenlijk een einde van of betrayal. Het kan zijn dat er ergens betrayal in was en waar eigenlijk een completion in is gekomen. Iemand die niet meer gelukkig was of is. Koningin van pentakels heb ik hier nog. Mag ik nog meeweten? Judgment, terugkerend iets. Ik zie veel terugkerende dingen in mijn readings of dingen, situaties. Wat mag ik nog meer weten over die completion, de wereld, de bevrijding? En ja. Lange emotionele weg is wat ik zie. 3 van staven. Ja, weer de wereld, wauw. Het kan zijn dat jij te maken hebt of dat jullie beide meerdere opties hebben, maar iemand gaat kiezen voor geluk. Iemand kiest om iets achter te laten en daarmee een completion ook te vinden. En dat kan, ja, wat ik eigenlijk moet zeggen, dat
Dat kunnen jullie beide zijn. Als je aan iemand denkt, kan het zijn dat jullie beide op een kruispunt staan van movement. En daarmee kiezen. Want ik zie hier deze mevrouw staan en die zwaait hier en die kijkt eigenlijk naar een persoon die hier aankomt met zijn paardje. Die ik hier zie met de chariot. Die movement wil. En ik zie dat twee personen dat willen. Dus twee personen willen eigenlijk movement na iets wat emotioneel niet meer heeft gediend. Het kan zijn dat dit nooit is uitgesproken. Dat dat ook een soort van, hoe moet ik het zeggen, uitdaging is. Wat mag ik weten over die brief van cups? Dus die third party waarschijnlijk. Of het samenkomen. Misschien dat. Er wordt iets gevierd, is wat ik hier zie. En de zon. En de vier van cups. Ja. Wat ik hierbij voel is dat iemand, oeps, die cups die niet meer diende, achter zich gaat laten. Iemand kijkt hiernaar. En je ziet hier die persoon zitten. Iemand die niet meer vervuld is, zoekt eigenlijk die zonneschijn. En ik zie hier die drie van cups. En wat ik hier eigenlijk bij voel is dat die drie cups niet meer dienen. Maar dat iemand gaat kiezen voor zon. Voor de allerhoogste liefde is wat ik zie. Dus iemand laat iets los. Of jij bent het zelf. Of er is een persoon dat jullie voor elkaar gaan kiezen. Wat mag ik weten over die koning van pentakels? Ik zie die vrouw zitten en die denkt terug aan bepaalde situaties. De koning van zwaarden. De zeven van cups en de aas van staven. Iemand denkt aan een passionele ontmoeting, maar is verward omdat er meerdere personen nog heersen. Ja, iemand, dit kan jij zijn of dat kan een persoon zijn die dus een ander inzicht heeft gekregen over een bepaalde situatie. Het kan zijn dat jullie het eerst niet met elkaar eens waren. Ja, de twee van cups en de vijf van cups. Wauw. Maar dat iemand heeft, hoe moet ik dit even goed uitleggen? Want dit is best wel een complexe situatie. Er zijn sowieso meerdere personen in het spel. Dit hoeft niet voor iedereen te gelden. Maar wat ik voel is dat iemand een ander inzicht heeft gekregen. En dingen van een ander perspectief heeft gaan bezien. Wat ik wel voel is dat jij of iemand anders dit eigenlijk al voelde een lange tijd. En iemand die hier stil stond, dat kan jij zijn met je energie. Zo van, ja, ik wist dat al. Het kan zijn dat die persoon waar jij aan denkt, of de persoon die je in gedachten hebt, dat ook gaat zien. Dus dingen van een ander perspectief is gaan bekijken. Met de twee van cups, dit is een spirituele connectie. Maar iemand heeft daar heel lang over getreurd. Dus het kan zijn dat die persoon heel erg gelukkig leek of lijkt. Maar uiteindelijk heel erg heeft getreurd over hetgeen hoe het met jou is gegaan. Ik zie dat iemand gaat kiezen voor die twee van cups. Dus die cups die eigenlijk achter die persoon lagen. Daar weer voor gaat kiezen. En iemand zit hier met de zes van cups. Iemand komt weer terug. En iemand zit daar aan dat tafeltje te wachten. Dat is een beetje wat ik zie. Wat mag ik weten over die zes van cups? Dan zei ik het toch. Het waren iets te veel. De aas van munten. Nostalgische gedachten. Weer heel veel. Ja, de emper. En de aas van bekers. Dat iemand veel te veel met ego bezig was. Stabiliteit. Een vaderfiguur. Een overheersend persoon. Dus iemand die niet snel zijn of haar gevoel toont. Wat mag ik nog meer weten over de zes van cups? Weer heel veel kaarten. Weer de emper. Wauw. Ja, je verzint het niet. Ze komen er gewoon alle drie weer uit. Dus dit is wel een boodschap. Het gaat over een persoon die waarschijnlijk eerst heel veel in verweer was over deze connectie. En zich staande wilde houden. En het mannetje wilde zijn. Of vrouwtje kan natuurlijk ook. Maar die eigenlijk zijn ego aan de kant heeft gezet. En ik zie deze, ja, ik lees kaarten. En ik zie deze vrouw of man die zit hier. En die zit eigenlijk heel erg al te kijken van ja, maar eigenlijk wist ik dit al. Eigenlijk wist ik wel dat die liefde er altijd nog was. Maar iemand hield zich de hele tijd
afgesloten. Terwijl een persoon zich doodongelukkig voelde in een situatie, maar dat eigenlijk niet besprak. En ik zie hier die vrouw en ik zie hier die chariot en ik zie hier die koning van cups. En dat is een spirituele connectie. Die dus eigenlijk waarschijnlijk weer op zijn paard gaat klimmen. En daarmee eigenlijk die drie cups wat niet hebben gevuld of meerdere opties, dat weer gaat aanbieden. En dus dingen van een ander perspectief heeft gaan bezien. En ja, eigenlijk weer een nieuwe kans wil. Dus iemand wil een nieuwe kans uit het verleden. Mag ik weten over die koning van cups die hier ligt? Drie van pentakels. Een samenwerking. Wauw. De empress, wauw. Ja, de empress en de dus iemand wil meerdere opties eigenlijk achter zich laten. Wat mag ik nog meer weten over die koning van cups? Dus de koning van cups is wel iemand die emotioneel volwassen is geworden. Ja, en dat voel. Een nieuw avontuur, een nieuw pad. Iemand wil een nieuw avontuur en een nieuw pad ingaan. En kijken waar het heen gaat. Het is een beetje een hele, hoe moet ik het zeggen, ingewikkeld. Maar voor de mensen voor wie het gaat, die zullen vast wel heel goed begrijpen wat ik allemaal vertel. Want ja, mensen kunnen meerdere maskers dragen. Hè? Iedereen kan natuurlijk doen. Mensen hebben filters, hè. Net als op Instagram of op Facebook. Mensen kunnen heel gelukkig zijn. Mensen posten dingen op Facebook. Mensen posten foto's dat ze heel gelukkig zijn. Toch weer die aas van staven. Er is iemand die een nieuw avontuur wil. Nieuw, een passievol, nieuwe ontmoeting. Oeps. Ja, en balans en geduld en gelijkheid wil. Iemand wil een balans. Ja, en de hierofant, wauw. Een langdurige connectie en onzekerheid loslaten. Dus er gaat heel veel transformatie aan vooraf. Iemand zoekt, ja, iemand wil een wish fulfillment, is wat ik zie. Wat is het advies wat ik de lieve steenbok nog mag meegaan geven? De zes van staven, victory. Na een lastige periode eigenlijk victory kennen. En je ziet, geniet er ook van. Want dit is waar iemand op heeft gewacht. Is wat ik zie. En burgers loslaten. Dus het oude loslaten. Verantwoordelijkheden loslaten. Iets wat niet meer dient loslaten. Niet meer treuren over wat er is geweest. Maar ook zien dat er nog liefde is. Dus wat ik hierbij voel, is dat de keuzes mag gaan maken om jezelf weer gelukkig. Want het kan wel zijn dat je wel hebt getreurd, want je zit hier en je bent interpretatief, is wat ik voel. Maar het kan wel zo zijn dat jij zelf ook karma-delen hebt moeten loslaten en lang hebt getreurd over dat er geen liefde meer was, omdat er meerdere opties waren in jou of in de persoon zijn of haar leven. Spirit zegt maar, kijk vooruit, want er is niks verspild wat je eigenlijk al voelde. Dus blijf ook op je gevoel vertrouwen, is wat ik zie, weer met de ster onderop en het chariot. Tijd vol vooruitgang. Dit is wat ik voor je heb, lieve steenbok. Mocht het resoneren, laat het me weten. Abonneer, like, deel. Je mag een like geven, je mag een berichtje sturen. Wil je een persoonlijke reading aanvragen? Ga dan naar www.revibestro.nl. Staat onder in de beschrijving en dan hoop ik je snel weer te zien. Doeg!